Goedemiddag Jasper. Bedankt om aanwezig te zijn op het interview. We zullen er maar eens direct in vliegen. Kun je eens kort voorstellen? Goedemiddag. Dus mijn naam is Jasper. Ik ben 20 jaar oud. Ik ben student product design aan de Lucas School of Arts. En ik ben een grote verzamelaar van Lego. Waar komt nu eigenlijk die passie voor Lego? Eigenlijk is die gekomen als kind. Toen ik 1 jaar was of zo, denk ik, heb ik al mijn eerste doos bouwblokken gekregen. En toen is de bal een beetje aan het rollen gegaan. Op mijn 5 jaar had ik al een heuse stad van Lego. En rond 2013, geloof ik, kwam Lego met de Lord of the Rings sets uit. En toen ben ik echt aan het verzamelen gegaan. Van die reeks heb ik ook bijna alle sets. Er zijn enkel een paar exclusieve dingen die ik niet heb. En vandaag de dag ben ik nog altijd aan het verzamelen. Amai, dat klinkt heel interessant. Heb je dan ook een persoon waar je naar opkijkt? Ja, er is wel een YouTuber waar dat ik grote fan van ben. En die ook een beetje mijn voorbeeld is. Jangrix heet die man. Die is rond de 50 jaar en die heeft een heuse stad van Lego die hij zelf heeft gemaakt. Dankzij hem ben ik ook in de tijd een YouTube kanaal begonnen. Hij is een beetje mijn grote voorbeeld in alles rond het gebeuren van Lego. Wat is je favoriete Lego set? Mijn favoriete Lego set in mijn bezit is de NASA Saturn V raket. Dat is een raket van 1 meter hoog en heeft 1969 blokjes. En dat is ook exact het jaar waarin dat die raket is opgestegen en naar de maan is gevlogen. Mijn favoriete set die ik nog niet heb, maar die ik wel graag zou willen hebben, is de Titanic. Dat is eentje van €600 en dat is zo goed als de grootste set die tot nu toe gemaakt is. Die zou ik nog heel graag aan mijn collectie toevoegen. Is er dan ook een set waar je het langst aan hebt gewerkt? Welke mag dat dan ook zijn? De set waar ik het langst aan gewerkt heb is de Lego wereldkaart. Dat is eigenlijk een grote mozaïek, die heb ik samen met mijn vriendin gemaakt. En we zijn daar een heel aantal avonden aan bezig geweest. En die hangt nu op mijn kot aan de muur. Ik ben eigenlijk ook heel nieuwsgierig hoeveel geld je uitgeeft per maand. Maandelijks geef ik zo gemiddeld een €100 uit. Dat is natuurlijk een gemiddelde. Af en toe is dat wat meer, af en toe wat minder. Maar in totaal heb ik nu al een 950-tal Lego-sets thuis staan. Amai, dat is niet min. Veel mensen vinden Lego natuurlijk kinderachtig. Wat vind jij daarover? Wat is uw mening? In eerste instantie is Lego natuurlijk een kinderspeelgoed, maar eigenlijk is er ook veel meer achter het gordijn van speelgoed voor kinderen. Lego heeft dat zelf ook ingezien, want de laatste jaren zijn ze ook sets voor volwassenen beginnen maken. Ze hebben nu al een hele line-up met 18-plus sets. Dat zijn dan geen speelsets, maar echt schaalmodellen of gedetailleerde sets van
ja, van huizen of voertuigen. En ja, als volwassene vind ik het eigenlijk helemaal niet erg om Lego te kopen in de winkel. Het wordt ook steeds beter aanvaard, heb ik het gevoel. Mensen kijken er minder raar naar op dan pakweg 10 jaar geleden. Oké, dankjewel. Ik heb ook begrepen dat je productdesign volgt in Sima in Genk, in Luca. Heeft dat een mogelijke invloed gehad, die Lego? In zekere zin denk ik wel. Dankzij de Lego is mijn interesse in ja, het ontwerpen en creëren eigenlijk een beetje ontstaan. Door de Lego ben ik zelf ook dingen beginnen uitvinden met de Lego die ik had. Zo heb ik wel redelijk wat dingen gemaakt en ja, vandaar is de interesse inderdaad wel gekomen. Ik heb nog een laatste vraag, als afsluiter van het interview natuurlijk. Er zijn veel mensen, wat ouderen, die zich schamen voor te spelen met Lego of te bouwen. Wat zou jij zeggen tegen die mensen om hun een beetje te kunnen motiveren? Oh, ik zou zeggen dat ze zich helemaal nergens voor hoeven te schamen. Er zijn zeer veel volwassenen die met Lego spelen en er zijn ook communities op het internet waar dat de mensen in samenkomen. En ik zou zeggen, sluit je erbij aan en deel je passie. Ik zelf heb ook Lego Friends sets gekocht in de tijd. Dat zijn sets die voor meisjes bestempeld zijn. En eerst vond ik het ook een beetje awkward om daarmee naar de kassa te lopen. Maar eigenlijk is dat helemaal geen probleem. Als je er thuis mee aankomt en je bouwt, dan heb je er heel veel plezier aan. Het is ook ontspannend om te bouwen, dus trek je er niks van aan en ga gewoon uw gang. Wees uzelf. Heel erg bedankt, Jasper. Ik zou zeggen, nog veel bouwplezier. Dankjewel. Fijn dat ik mocht komen.